Verschillende ondernemers hier op de boulevard in Scheveningen zeggen last te hebben van grote groepen hangjongeren. De jongens draaien harde muziek, rijden roekeloos met hun scooter en vallen meisjes lastig. De ondernemers die willen dat de politie nu snel gaat ingrijpen. We zijn hier op de plek waar de hangjongeren zich tegenwoordig ophouden. Zoals je ziet zijn er wat soort van bankjes gemaakt waar mensen lekker kunnen zitten. Een waterpijpje erbij, een zak met zonnebloempitten. En dan is het roepen en joelen naar de voorbijgangers. Als het boven de 20 graden is, is het net mieren die dan onder de grond naar buiten komen. En dan gaan ze allemaal boven hangen, allemaal mijn jonge dames lastigvallen. En heel agressief alcohol drinken waar ze niet tegen kunnen. En dan gaan ze gewoon met elkaar vechten. Ze laten de oudere vrouwen niet langslopen boven. Het is pst, pst, meisje, meisje. Het is als de Nederlandse meisjes of ons personeel wat niet snel genoeg bij ze komt, is gelijk met K. De ene K en de andere K krijg je naar je hoofd. We hebben ook op het terras heel erg veel last van. De dames die hier lopen, die worden steeds bedreigd. En als wij zeggen dat de tafels gereserveerd zijn, dan willen ze per se aan die tafel zitten die gereserveerd is. Wat zijn dit voor jongens? Ik denk dat ik het beestje wel bij de naam mag noemen. De Marokkanen zijn het. En het ligt hier op scooters. Het is, eerlijk gezegd, als echte Scheveninger is het om te janken. Gemeenteraadslid Richard de Mos pleit voor een snel ingrijpen van de politie. Ja, de problemen die zijn gewoon schadelijk voor Scheveningen. We hebben een prachtige boulevard. Er zijn daar prachtige strandrestaurants om van te genieten, van het mooie weer. Dat moet ook. Ja, en dan mag het niet gebeuren dat zulke waterpijprokende gekkies de boel verzieken daar op de boulevard. Wat moet er gebeuren? Nou, er moet een 21 graden regeling komen. Dat betekent dat de politie bij temperaturen van boven de 21 graden actiever gaat controleren en surveilleren. Ja, en overlastgevende hangjeugd aanpakt, wegstuurt en waar nodig beboet.